Hey kijkers van Ik Ben Je Game, vandaag weer een nieuwe video van The Walking Dead. En ja, de vorige episode was best wel een zielige episode. En ja, het is best raar om over te praten, want Duk is nu dus dood. En Katja. Oh, dus wat gaan we nu doen? Ja, het is echt zielig hoor. Ook vooral voor Kenny. Fuck. Nee. Dat is echt zielig. Dit slaat nergens op. Dat is zo zielig. Hey. How you doing? I don't care what reasons you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Dat is zo zielig. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. Dat is echt niet aardig. I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Yeah. Sit down with the girl and have for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you. It won't. If it were, you gotta prepare the girl. That's well a good idea, man. For crime and he cut that hair. Are you listening to me? For fuck's sake, I shouldn't even have to be telling you this. Ja, ik luister wel. Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Wow. All right, I'll do what you're saying. You're gonna live with the consequences either way. Ik vond hem eerst wel aardig, maar dit verandert het wel. But too many people have died already. They have. Seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's yeah. Something. Klopt. Okay. Exit. Safe up here. You betcha. Ik heb geen zin om te praten. Ik vond hem eerst heel erg cool, maar dit vind ik wel jammer. Hey. Ik vond hem eerst wel aardig en zo, maar dit verandert wel wat. Even met Kenny praten, want dit is gewoon zielig. Hey. It'll be good to get to the water. I wanted to talk to you about keeping my past from you. Yeah. Doesn't matter a bit to me. Just gotta move forward. Ja, klopt. Ik vind het wel aardig dat hij dit doet. I was lucky enough to get it working once. It's full of maps and documents. Mind if I get by you for a second, Kenny? Can you just leave me alone? Yeah, snap ik wel. Ik laat hem wel even. Ja, we gaan even met Ben praten. Hey, Ben. Hey. Aren't many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. Yeah, klopt. We're all homeless. You know what I mean. There's not much use in describing people like who they were. Yeah, klopt. Guess not. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See ya. Oh nee, ik hoop niet dat ik dat verkeerd zei of zo. Oh, oké. Okay. een haar dingetje moet ik even vinden. Even kijken. He's lived here a while. Kan ik die pakken? It's a fifth of whiskey. Cool. Hoe stopt hij die in zijn zak? Hey, een backpack, die heb ik nodig. Oké.
Een schaar benodig. Ja. Ik vind het wel raar om haar nu te leren schieten. En zo. I did. He had some. He explained himself and made some good points. We're not gonna let anything bad happen to you. But there are some precautions we have to take. Ja, dat klopt. Okay. Yeah, that makes sense. Ja. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, we'll figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I like that. Good. Mooi. You need to learn to protect yourself. Ja. Ik denk dat als we hierover gaan praten dat het goed is. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. Dat kan ze wel, maar... Ja. Well, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. Ja, ze kan het. Scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end. Okay, dit wordt wel cool. Is there anything else I should know? Even kijken. I know these are just bottles, but you have to aim for the head. I know. Only the head. Unless it's not a walker and it's someone trying to hurt you. And then? Head or body. Anywhere. I don't want to think about that. You're right. Might be a lot for your first day. You ready? Yeah, I'm ready. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Wow, okay, die was wel mis. Wacht heel even, mijn microfoon moet ik even goed doen. Stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Okay, mijn microfoon doet het als het goed is weer. Keep it aim right. To the right. Oh. Wacht. Okay, a little higher. Oh, ik snap het. Aim left. Okay. Aim a little bit more to the left. Aim lower. Lower. Oh, bijna. Wait, nu weten we hem. More to the right. Aim lower. A little bit lower. Nou, potverdikkie. nou, die hadden we. Steady now. Almost got it. Aim a little higher. Ja, we hebben hem. Heel mooi, we hebben hem. Dat is goed. Good shot. Toppie. Ik moest even mijn microfoon net goed doen, dus net was mijn stem even weg. Sorry daarvoor. Oké, we gaan het weer doen. Ze vergeet het steeds. Oké, aim left, ik denk. Aim lower. Ja hoor, we hebben hem in één keer. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Echt cool. Allee, zo leren we klem meteen schieten. Kijk of ze dit keer ook de armen goed heeft. Nou. Ze onthoudt het niet. Oh, in één keer. Yeah. Good job. Vet gaaf. Good. Just like you should. They're not walkers, yeah. Though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay. I feel good. Not so scary, huh? Echt gaaf. Nu kan Clementine zichzelf een beetje beschermen. Dat is heel mooi. Komt waarschijnlijk echt heel goed van pas. Ja, dit is wel goed. Dit is mooi. Oké, nu moeten we haar gaan knippen. Hey, Clint. Hi. Oké, hoe gaan we dit zeggen? I like this. Ja. Oh no. What happened? Nothing. Nee. Talk about your hair. Er is niks gebeurd, gelukkig. That's not nice. What? Are you saying it smells? Nee, no. Nee. Because it does. Nee, dat zeiden we niet. When Andy St. John grabbed it, and I got mad. Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker. Yeah.
Dan hebben we een probleem. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Ja. Oh, dat gaat ze niet leuk vinden, denk ik. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Ja, het moet gewoon gebeuren. Do you know how to do this? How hard can it be? I'm going to look. Opeens is dat haar weer aangegroeid. I'm glad you finally told me. Ja. Me too. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Het haar groeit aan en uit. Wat is dit voor magie? No, it's different. But you do it now to protect yourself. Ja. Ja, zie je, ze heeft het zelf ontdekt. Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Ja. Okay. I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Vet cool. Okay, dat is al beter. All set. Toppie. Dat is echt mooi. Okay, nu is ze beter beschermd voor anderen. You look cute and a lot harder to grab. Toppie. Oké, dat is tenminste één ding al gedaan. Dit wordt echt een reis-episode. We gaan reizen en kijken om ons heen. En ja, Clementine. Er is een lot safer nou, zoals jullie al lezen. Wat gaan we allemaal doen? Oké, we gaan sowieso even gewoon naar buiten. Wacht, wat is dit? Nou, ik vind het op zich wel leuk, maar... Oh. Ja, ik wil niet te lang blijven, want wie weet wat er gaat gebeuren. Hey, Ben. Hey. See you. Wat? Oh, omdat ik al met hem had gepraat. Ik snap het. Oké. Ik ga nu natuurlijk met die man praten. Ik laat hem wel even, want ik... Hij is net iets ergens mee gemaakt en dat laat ik me ook wel even. Ik hoop dat je het begrijpen. Well, the girl can shoot. To be pretty. Probably will be before too long. Ja, klopt. I shot the kid, you know. I suppose someone had to. Ja. Wow, ik vind die man gemeen een beetje worden. Ik bedoel, hij is realistisch, maar dat hoeft hij niet altijd zo te zeggen. Where are you headed? That way. I mean, to Savannah. We got a few ideas. We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want company. Okay, sorry, family ever? I bedoel, there somewhere. Been sort of on my own for the past 14 years. That's echt lang. Sorry to hear that. No one to blame. Zou die altijd al zwerf zijn geweest? You're homeless there. Vraag me wel af. I've had homes here and there, and they just don't work out. Yeah. I like a drink, you know. Yeah. Got any? No. Jawel. He's safe up here. You betcha. Ik had toch een fles, of niet? Nou, het zal wel. Okay. Wat gaan we doen? You get that hair sorted. Oh. Yeah, don't think she cares for it. She will. Oké, ik heb de fles. Oh ja. I found this if you want. Ja, lekker. Kunnen we gaan drinken. I didn't realize I had it left. Thank you. Want it? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel... Ik denk dat wel goed voor de relatie is en zo. Ooh. Not known for its finish. No kidding. Ja, ik wil ook wel erg tegen hem zijn, want hij is wel goed, denk ik. Maar hij moet wel oppassen met zijn woorden tegen anderen. Dat... Oké, wat moeten we nu doen? Even kijken. Oké, dat was een hele korte conversatie.
Even kijken of we nog met Kenny kunnen praten. Ik hoop het. Hey. Yeah. Ik denk dat we deze dingen moeten afhandelen die hier staan. Jack wanted to know if you needed a drink. Hmm. He's got some. Yeah. Ja. Ja, oké. Ik ga wel even zitten. Nu kunnen we deze pakken. Dat is chill. Toppie. Die heb ik nu ook. En nu? Moet ik niet sturen of zo? Misschien moet ik nu naar buiten. Dat ik met ze ga praten. Hey. Oké. Okay. Dat is goed. Wauw. Oké. Okay. Ik hoop dat Kenny dat goed vond. There was a map of Savannah in the cab. That's where I would look. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Ik hoop dat we binnenkort arrive en dat we dit. Hey, yo. Vind ik leuk. Oké, ik hoop dat we binnenkort wel ergens aankomen. Savannah, dus. Even kijken of ik nog met hem kom. Have another bus check if you. Ever need to talk. Ever need to talk? I don't see that need to happen. Oké. Okay. Oh, dat was raar. Ik denk dat ik dan met Clementine nog ga praten. Misschien wil zij nog praten of zo. Oh ja, weer kort gepraat vind ik leuk. Ik vind het echt grappig. We moeten eens. See you. See you. Grappig. Het begint heel optimistisch, maar nee hoor. Oké. Okay. Wat? Wat? I was the one giving the bandits supplies. Nee. What? Wat is dit? Serieus? It's all my fault. Nee. Oh mijn god. Oh. Jesus, Ben. I know. They said they had my friend, that he was with just, them. Just stop. Oh nee. Fuck. Can we even trust you? Oh. You have to go and tell me that? I just... No, just don't tell anybody. You can't take any of it back, so don't. Okay. Oh, whoa. You still want to talk to me? Yeah. Yeah, I do. I'm real sorry. Let's drop it for me, okay? Holy... Whoa. What are you doing out here? I, couldn't be back there anymore. I needed some air. Ja, dat snap ik wel. Er is zoveel gebeurd. Thinking about talking to Kenny. I guess not. Nee, zou ik ook niet doen. I'm dead serious about you keeping your mistakes to yourself. I can tell. You get wise, right? I guess. You better. See you. Yeah. Wow. Wauw, oké. Ben heeft het dus gedaan. Die supplies waren van hem. En hij heeft gestolen van iemand. En oh, wauw, dat is best wel vaag. Ik bedoel, daardoor is Lily nu dood. Een van degenen die ik het meest vertrouwde en mij hielp. Me too. En wat we gaan doen when we get there. We don't know what to expect. City could be bad or totally under control. Ja, dat zou ik wel verwachten. You and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Ja. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. Ja, want hun zijn een team. Dat is wel een cool punt. Sowieso. I think we should look for your parents. Ja. Really? Yeah, you need to know if they're okay. Not what happened to them. I'm sure they're okay. Ja, en ik hoop het. Ik hoop het. Don't get your hopes up. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Okay, let's. Ja. Like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Echt gaaf. The chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. Ik moet er nog wel echt even over nadenken waarvan Ben. Don't worry, we'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it.
hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it. So we'll head there. Yes. You think we have a good plan? I think it's very good. Yeah, okay. Can I Wacht heel even, ik moet heel even microfoon goed doen. Horen jullie heel even me niet? Sorry hoor. Sure. Go ahead. All right. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're Ik ook, heel erg. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on everybody! Oké, wat gaat er gebeuren? waarom moesten we stoppen? Ik bedoel, we waren net goed aan het praten en er gebeurde wat. Oké, Chuck ziet het sowieso dus, ook, Kenny ook. Wat is er gebeurd? Kenny ziet er al wel iets beter uit. Zijn glazige ogen zijn een beetje weg. Holy shit. Wauw. Maybe we could walk. That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. No, we're friendly. Put your hand down, kid. Okay. Ik hoop dat deze mensen goed zijn. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Oké, dan mensen. Sorry, ik kon heel veel niet praten. Heel veel achtergrondgeluid, sorry daarvoor. jullie konden... You better not be murderers or thieves. I guess you have to find out. Oké. Ik hoop dat deze trappen ook stevig zijn, want... Oh, no. Guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Okay. Hey, dude. I'm Omid. Hoi, Omid. Krista. What's the deal with the train? Oh, cool. Eindelijk weer normale mensen. Oké, wat ik wou vertellen. We could use some... It's been a bit... Ja, klopt. We could use some able bodies. Klopt. Yeah, we really need some help. What's Clementine. God damn, you guys have a kid. Clementine. Yeah. Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Great. See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Okay, I found her. We've just been trying to get by together. Maybe find her parents. Yeah, everybody down there. They're cool. They're cool. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, 4? Maybe 2 hours ago. God damn. Oh, yeah. We're sorry for anything that's happened to you guys. The train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road, alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. Yeah. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Oké, top. Sorry dat ik net even niet praatte. Veel achtergrondgeluid, maar niet uit. Ik ben er nu weer.
Ook ik heb niet zo heel veel gepraat in deze video. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar niet uit. We hebben twee mensen, nieuwe mensen ontdekt. Omid en Krista. En ik ben wel blij. Eindelijk weer nieuwe mensen. Want we waren met niet zo heel veel. This thing is mangled ahead. No releasing it. No nothing. Nee, kunnen we. Nou, in de volgende episode gaan we kijken wat we kunnen doen om onze trein verder te laten gaan in het volgende gebied. Clementine is er ook. Clementine kunnen schieten. Dus ik hoop dat jullie het ook een leuke episode vonden. Vooral een rare episode. Alles gaat zo snel. Ik bedoel, in de vorige episode was er heel erge dingen gebeurd. En ja, dat is toch best wel erg. Ja, en die erge dingen. Het is dus maar 2 uur geleden eigenlijk. He, bij ons maar 7 dagen ongeveer. En, generator, oké. Okay. Maar, die erge dingen. Ja, ik zou. Het voelt gewoon raar. De sfeer is anders nu. En deze blije game, hoe het blij ongeveer begon. Nou, begon niet blij, maar beter dan dit. Het gaat een beetje de erge kant op. Maar het wordt nu weer een beetje een lichtpuntje met Omid en Krista. Die nieuw zijn. Maar dus, ik hoop dat het slechte net was. En we hebben iets ontdekt. Ben heeft dus, is de veroorzaker eigenlijk een beetje van dit. Alles eigenlijk. En hij kan het echt beter stilhouden. Maar dus, veel ontdekt in deze episode. Korte episode. Oké, heel erg bedankt voor het kijken naar ikBeGame. Like en subscribe en tot de volgende keer bij The Walking Dead.